Nou guys, ik ben net thuis. En dit is hoe het eruit ziet. Ja, het valt wel mee. Je hebt het wel gezellig gemaakt hoor. Leuk hoor, Nini. Guys, Nessa heeft dus een Polaroid camera gekregen gisteren. Kijk al deze foto's. Ik ga helemaal stuk. Jullie hebben echt veel lol gehad, hè, eerlijk. Ja, en dit is van zijn taart overgebleven. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is super lekker weer. Ik heb me even omgekleed. Ik heb een jurkje aan van de Primark. Deze was letterlijk 8 euro of zo. En hij is echt gewoon super chill. Het is vandaag volgens mij zo'n 25 graden. Dus ik ga zo met Nessa lekker op het terras zitten. Ik heb nog niet geluncht, dus we moeten nog lunchen. En dat is voor nu even de planning. Wij gaan nu even samen foto's maken met deze camera. Echt benieuwd. We hebben net een foto genomen en het duurt nog even voordat je hem ziet. Maar ik zeg maar, sommige mensen zeggen je moet hem onder je oksel houden. Ja. En anderen zeggen je moet hem gewoon zo laten. Wat denk jij? Onder je oksel, denk ik. Denk je? Ja, het komt wel een beetje bekend voor. Oh, hij komt, vroeger. Echt? Dat is wel echt spannend. Als die lelijk is, ben ik echt boos. Nee, is wel leuk, denk ik hoor. Hij ziet er wel leuk uit tot nu toe. En je hebt hier ook niet echt kansen, hè? Je moet in één keer gewoon een goede foto maken. Hij ziet er wel schattig uit. Kom op. Schat op die foto, oh mijn god, en dat in één keer. Even serieus, ik ben hier echt blij mee. So cute. Kijk, we hebben de foto daar gedaan. Zo schattig. Ik vind hem echt cute, dat ben ik trouwens. Je bent je cirkel, broer. Toen ik klein was. Ik zit inmiddels in de auto met Nessie, maar wij zijn onderweg naar het terras. We gaan naar het Oude Haven, want we willen even aan het water wat drinken. En we hebben ondertussen echt super leuke foto's hiermee gemaakt. We hebben een foto gemaakt, zeg maar, voor ons appartement. Want het leek ons wel leuk voor later, zeg maar. Voor als je bijvoorbeeld al een huis hebt gekocht, bla bla bla. Als je dan terugkijkt naar oude foto's, dan zo voor het appartement. We hebben ook nog een foto gemaakt voor onze auto. Echt grappig. Maar ja, dat is. Trouwens, weer echt last van opgezwollen voeten. Elke keer als het warm is, zwellen mijn voeten echt zo hard op. Besef, ik heb slippers op aangedaan. En die zaten mij eigenlijk best wel wijd in de ochtend. Die waren gewoon chill in de ochtend. En nu zijn ze best wel aan de strakke kant. Kijk. Oh ja. Dat moet je ook echt even vertellen, Benne. Stommerd. Ik heb een kort verhaal. Nee, het is een poes niet eigenlijk nu. Dat je mij voor schut hebt gezet voor de camera, moet je mij nu kussen. Wij zijn inmiddels geparkeerd en oh ja, laat ik al vertellen dat we bij het Oude Haven gaan lunchen. En Nessa is daar nooit geweest, ik ben al een keer geweest met Honey. Echt? Ja. Het is gewoon aan het water, ik vind het gewoon gezellig. Jij gaat overal heen zonder mij. Helemaal niet, jij gaat overal heen zonder mij. Nou, dat is werk. En mijn volgers kunnen het bevestigen. Waarom dan? Dat is toch zo. Maar ze zijn aan het zeuren dat ik weg ga overal. Nee hoor, ik ben zelfs niet aan het zeuren. Als ik niet zeur, mag niemand zeuren. Dat is waar. Dus dat! Guys, het is echt zo lekker weer. Niet normaal. We zitten nu aan het terras en het ziet er echt zo cute uit hier. En het is ook echt helemaal leeg hier. Je hebt alle plek voor jezelf, hè, Nessie? Heerlijk. Echt lekker. Zo, ik dacht ik ga even een tosti bestellen. Ik heb een tosti tonijn besteld, maar hij is echt vet groot, jongens. Doe je hand eens ernaast, Nessie. Ik heb grote handen. En Nessie heeft een uitsmijter besteld. Oké. Okay. Jongens, dit is de markt al. Okay, wij lopen. We nog nooit hebben gezien in de 5 jaar dat we hier wonen. Wij lopen nu naar de markt al. We hadden zin in smoothies. Weet je nog vroeger en toen we met mijn die marktkarretje voorbij, die blauwe. Ik was zo naar de markt, gingen we groenten kopen en fruit. Wat goedkoper was toch? En dan ging ik weer met de metro, met de tram. Vond dat echt chill? Nou, mijn kamertje, die kleine kamertje. Ja. Die kleine koekjes, alles sorteren en zo. Dat was wel leuk. Goeie oude tijd, hè? Echt, hè? Kijk, ik heb hier net mijn eigen sappen samengesteld. Ik heb spinazie, banaan en chaudransrein gedaan. En zij is hem nu voor mij aan het maken. Ik ben nu trouwens bij de juice bar. Beetje extra. Yes, dankjewel. Ik heb inmiddels het hele huis schoongemaakt. Ik heb het beddengoed
gewassen. Die ga ik zo verschonen. Ik ben ondertussen Jersey Shore aan het kijken. En ik ga nu even in de koelkast kijken wat er nog over is van het eten van gisteren van Esim's verjaardag. En dan ga ik lekker eten. En let niet op mijn shirt, jongens. Want dit shirt heeft Esim dus gekregen van QC voor de grap. Oké, guys. Het is nu weer tijd voor maskertjes. Ik ga even, denk ik, eerst mijn ogen reinigen. Want hier is het nog een beetje oogpotlood op. Moment. Even mijn ogen reinigen. Er zit nog best wel veel make-up eronder. Het lijkt gelijk alsof ik heel erg gewallen heb. Maar dat is dus gewoon make-up. En nu ga ik dit maskertje opdoen. Schoffen onder mijn ogen. En deze heb ik van Make-up bij Tattoo gekregen. Oké. Oh, dat voelt echt fucking fijn aan. Ik ga je eerlijk zeggen. Nee, die gel pads zijn echt veel fijner dan die stickertjes. Kijk eens van dit merk. Masker 8. Dat heb ik even snel opgedaan. Ik wou ze gewoon even uitproberen. Trouwens, mijn lippen zijn echt een beetje opgezwollen nu. Maar het komt omdat ik net zonnepit heb gegeten. Het was nog een beetje over van gisteren van Nessim's verjaardag. Ik had er gewoon even zin in. Dus ik heb zonnepit gegeten. Maar mijn lippen zwellen daar echt enorm van. Ah. Maar nu ga ik dit maskertje gebruiken van May Beauty. En dit wou ik eigenlijk al de hele week gebruiken, maar het kwam er maar niet van. Het is oprecht het beste haarmasker die ik tot nu toe heb gebruikt. Geen grap, het is echt zo'n goede haarmasker. En ik heb van mezelf best wel kroes haar. Mijn krullen zijn best wel kroes, zeg maar. Dus ik heb af en toe wel een masker nodig. En deze helpt echt super goed daarbij. Maakt mijn haar echt gewoon zachter, mooier. En hij ruikt echt zo verschrikkelijk lekker. En het is ook heel makkelijk om in te doen, want je krijgt er ook zo'n mutsje bij. Dat laat ik jullie even zo zien. Maar ik vind vooral de geur echt super lekker. Deze gebruik ik echt het liefst elke week. Ik heb er dus een mutsje. En dat ziet er dan zo uit. Ik weet niet of je het kunt zien. Ja. Dit is dan het mutsje. En in het mutsje zit al, zeg maar, het haarmasker. Kijk. Het mutsje kan je vastmaken door deze stickertje. Dus wat je doet, is je haar los. Eigenlijk moet het op handdoek droog haar. Maar ik doe het gewoon op mijn droge haar. Dat lukt wel. Kijk, dit is dus de before. Mijn haar is er nu zo uit. Wat een verschil met net, hè, zonder haar. Dus, weet je wat ik ga doen? Ik ga even mijn haar zo doen. Ja, dat heb ik vorige keer ook gedaan. Gewoon zo. En dan doe ik het mutsje zo op. Nou, jongen, we zien eruit. En wat je moet doen, is nu gewoon lekker kneden. Even het masker een beetje verspreiden over je haar heen. En weet je wat eigenlijk echt goed is? Ik heb nu dus geen handdoek droog haar. Wat echt goed is, is het haarmasker zit vooral hier. En het is echt op de punten van mijn haar. Ik liefst ook alleen maar bijvoorbeeld conditioner op de punten van mijn haar. En dat doe ik eigenlijk met maskers ook altijd. Anders krijg ik echt een heel plat hoofd. Even vastmaken. Oh shit. Eindelijk, jongens. Ik heb mijn gel pads op. En ik heb mijn haarmaskertje in. Oké, ik moet het masker dus 30 minuten nu inhouden. En ik ga nu ondertussen even dit opruimen. En de nieuwe aflevering van Jersey Shore kijken. Dat is voor nu de planning. Ik ga nu even wachten en dan zie ik jullie straks. Ik ga ook laatst tegen Esme dat ze hem echt moest uitproberen. Ze heeft hem ook uitgeprobeerd. Ze vond hem echt super goed. Oké, guys, genoeg geluld. Ik ga nu even lekker een aflevering kijken en dan zie ik jullie zo. Ik heb net na 30 minuten mijn haarmasker uitgespoeld. En mijn haar zijn nu echt zo zacht. Echt heel zacht. En het ruikt ook echt super lekker. Ik vind het maskertje echt zo fijn. Mijn haar is nog wel een beetje nat. Ik heb het nog niet helemaal goed gefund. Ik heb trouwens ook een kortingscode voor jullie als je dit masker wil uitproberen. En ik zal hem even hieronder noteren. En dan krijg je 30% korting als je het maskertje bestelt van May Beauty. Ik ben echt heel erg tevreden over. Het ruikt zo lekker. Mijn haar wordt er echt zo zacht van. En het voelt ook echt veel lekkerder aan. Ik ben echt tevreden met het masker. Ik ga nu mijn bed verschonen. En dan ga ik slapen.
Ik ben zo blij met mijn haartjes. Dit is echt zo'n fijn gevoel. Als je haarmasker hebt gehad en je hebt je gezicht gereinigd en je gaat lekker slapen met een schone bed. Maar eerst mijn bed verschonen. Ik zie jullie morgen weer. Doei doei.